Prinsjesdag droeg ook dit jaar een sober karakter. Hare Majesteit de Koningin was door ziekte verhinderd de Staten-Generaal te openen. De plechtigheid werd thans verricht door de minister-president. Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen deze zitting van uw Hoge College te openen en mij gemachtigd daarbij voorlezing te doen van de reden die Hare Majesteit voornemens was uit te spreken. Het stemt tot vreugde dat de vertegenwoordiging uit Indonesië met de heer president van de staat Oost-Indonesië aan het hoofd zich thans in Nederland bevindt, ten einde de wederzijdse goede verstandhouding te versterken. In de troonrede werd vervolgens gememoreerd de ontwikkeling van de situatie in Indonesië in de laatste maanden, waarna werd aangekondigd dat op korte termijn vertegenwoordigers van Suriname en de Nederlandse Antillen tot een rondetafelconferentie worden samengeroepen. Zoals gebruikelijk werden de Staten-Generaal in kennis gesteld van de regeringsplannen. Over de wederopbouw werd gezegd: bij de verwezenlijking van een bouwprogramma dat op de beschikbare arbeidskrachten en materialen is afgestemd en dat de meest urgente werken zal bevatten, zal de woningbouw op de eerste plaats staan. Nadat nog gewezen was op verschillende voorstellen betreffende sociale voorzieningen die de regering beoogt bij de Staten-Generaal in te dienen, werd de troonrede met de volgende woorden besloten. In naam der koningin en daartoe door haar gemachtigd, verklaar ik de gewone zitting van de Staten-Generaal geopend. Vele Nederlanders kennen dit landschap van vooroordelen.